Nieuwe aflevering van Used Products hier in de Hinterbestraat 90 A in Zettergebos. Nieuw filiaal in Waalwijk op het Sint-Jansplein. En dat is vlakbij het grote uh, Wok-restaurant. In deze uitzending straks weer een aantal artikelen. Maar eerst even vertellen wat Used Products precies doet. Used Products die zorgt voor een klein beetje zonneschijn in donkere dagen. Als het gaat om pecunia, om poen, om geld. En zeker als je het even mist, want uh, we zitten in de dure maanden. Nou, het is heel simpel. Als je thuis een product hebt wat je niet meer gebruikt. Uh, ...het ligt gewoon in een kast of het staat gewoon in een hoek of wat dan ook. Je gebruikt het gewoon niet meer. Je zou het eigenlijk willen verkopen, maar je wil alle ellende van mensen aan de deur niet hebben. Je gaat het dus niet op een verkoopsite zetten. Uh, heel simpel. Dan ga je naar Use Products toe, hier in de Hintemestraat of op het Sint-Jansplein in Waalwijk. En dan ga je kijken wat je voor jouw product gaat krijgen. Belangrijk om te weten is dat er een aantal producten zijn die ze bij Use Products niet innemen. Meubilair, kleding, schoenen... Verzorgingsartikelen zoals föhn, krultangen en uh, dat soort zaken, noem maar op. Um, waar we wel heel erg naar op zoek zijn. dat zijn de camera's, plasma-tv's, laptops, muziekinstrumenten, gereedschap, uh, spelcomputers, uh, horloges, telefoons, mobiele telefoons, sieraden. Uh, nou ja, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken. Uh, keukenapparatuur. Alles wat gewoon mee te versjouwen is. en hier in de winkel kan komen staan, daar mag u altijd mee langskomen. Misschien. Is het handig om van tevoren even te bellen. Nou, dat is optie 1: het verkopen. Je neemt gewoon afstand van je product en je krijgt contant geld mee. Zowel op de uh, producten die je aanbiedt, maar ook op het goud. Op internet staat de goudprijs per dag. Je krijgt gewoon de goudprijs per dag hier aangeboden als je bijvoorbeeld met je goud komt dat je niet meer gebruikt. Het wordt uitvoerig getest, uh, dus dat, uh, je krijgt daar meteen een prijs uh, voor. Heel makkelijk. Een optie 2 is: je hebt even. Uh, geld nodig en je wil eigenlijk een product niet verkopen maar je wil het even op terugkopen neerzetten heel simpel je verkoopt je product ik pak eventjes de PSP die ik zo meteen ga doen je verkoopt je product niet je zegt ik heb even geld nodig nou bijvoorbeeld 50 euro 50 euro krijg je als lening je geeft dit uh, product uh, op uh, terugkoop terug dat wordt beneden in het magazijn opgeslagen en als je het terug willen hebben, dan moet je dat binnen 28 dagen doen. Haal je dat binnen 28 dagen terug, dan betaal je 10 euro extra aan opslagkosten en administratiekosten. Dus in principe ben je dan 50 euro geleend en je betaalt 10 euro opslagkosten. Dus in principe ben je dan 60 euro kwijt als je het product binnen 28 dagen terug wil halen. Heb je zoiets van: ja, ik kan dat geld eigenlijk nog niet missen, maar ik wil nog steeds dat product niet kwijt. Simpel. Dan ga je die 10 euro opslagkosten betalen voor 28 dagen. En dan mag je het 28 dagen opnieuw blijven staan. Zegt u helemaal niks en doet u helemaal niks, dan komt na 28 dagen het recht van ophalen te vervallen. En dan komt het gewoon in de winkel te staan waar het te koop wordt gezet. Uw product moet ook leven. En zo simpel is het gewoon: dat zijn de eerlijke en open afspraken die er gemaakt worden. Je kunt natuurlijk ook in de winkel komen. Elke week andere artikelen, elke week andere producten. Het is een verschillende verscheidenheid aan artikelen. Kom gerust even naar die winkels in. De Hinterbestaat 90a en op het Sint-Jansplein in Waalwijk. In de uitzending vandaag eh, mobiele gamecomputers, spelcomputertjes. Natuurlijk hartstikke leuk om weg te geven met de naderende Sinterklaas. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen: op alle artikelen die u hier meeneemt, zit een maand volledige garantie. Behalve natuurlijk als die van 21 hoog naar beneden is gevallen. He? Dat is natuurlijk hartstikke duidelijk te zien. U krijgt uh, een eerlijke garantie en daar wordt op een goede manier mee omgegaan. Een maand volledige garantie dus op de spullen die u bij Used Products koopt. Ik heb hier de uh, Nintendo DS en ik heb de Sony PSP als voorbeeld nu liggen. Vorige week in de uitzending hadden we de Wii met een bijzondere aanbieding in, uh, in de uitzending. Die aanbieding die geldt ook nog steeds. De wii spelcomputer van 59,95 euro. Waarbij een compleet Wii-spel helemaal gratis is. Als u een spel kiest van 4 euro of u kiest een spel van 30 euro. Maakt niet uit. 59,95 op die Wii, door uitzending van vorige week had het goed in de gaten. 59,95 compleet met spel en alles. Ik heb ze hier staan in verschillende prijskategorieën. Uh, de gemiddelde prijs is 69,99 euro voor de PSP van Sony. En ik mag 10% korting gaan geven op deze spelcomputers. Hartstikke leuk als u straks lekker weer op wintersport gaat en de kinderen achterin zorgeloos zitten te spelen op deze spelcomputers. Verschillende kleuren, verschillende mogelijkheden: zwart, zilver, wit. Nou, en kijk naar de verschillende kleurtjes die hier liggen. Voor het meisje ook natuurlijk een roze. 69,95. Lekker spelen, lekker bezig zijn. Kom hier naartoe, geniet van die aanbieding. 10% korting op die winkelprijs. Er zijn er nog genoeg, want ik heb er meer dan ik hier op deze toonbank heb staan. Kom hier naartoe als je lekker wil spelen, lekker een mooi cadeautje wil kopen. Een maand garantie, cadeautje voor de naderende Sinterklaas. Dan kan ik alleen maar zeggen: zorg dat ze kunnen spelen en zorg dat je hier zo snel mogelijk naartoe komt aan de Hinterpestraat 90A. Ga voor deze artikel dan niet naar Waalwijk, want. In deze winkel sta ik te presenteren. En hier liggen deze producten. Dus 10% korting op de Nintendo DS spelcomputers en op de Sony PSP spelcomputers. 10% korting als je zegt: Ik kom voor de aanbieding van TV73. Wel doen, tot snel bij Use Products, Hinderbestraat 90A, Den Bosch, Sint-Jansplein in Waalwijk. Allee.